Ik wil de tv-show graag zien op het nieuwe platform. Omdat dat programma al zo lang bestaat als televisie bestaat, voor mijn gevoel. En dus ook zo lang zal bestaan als dit platform bestaat. Hoop ik toch. Toch weten ze elke keer mensen te vinden die ik nog niet ken. Goedenavond. Ik vind Voetbalmeisjes een heel mooi programma. Omdat het heel hoopvol is. Het gaat over een voetbalelftal met meisjes uit alle rangen en standen. Alles door elkaar. En het is gewoon zo vol levenslust en optimisme. Dat is echt een tip. Nou, ik kijk graag naar De Slimste Mens. Fijn, dan weten we dat ook weer. Dus je hebt eigenlijk drie dingen met De Slimste Mens. Maarten van Rossum en Philip Freriks en hoe dat een beetje schuurt. Dat je denkt slimmer te zijn dan de kandidaten. En dat je soms zo heerlijk kunt ergeren aan sommige kandidaten. Ik heb gewoon het vermoeden, er bruist iets in mij. Ik denk dat ik hier heel erg goed in ben. Mijn guilty pleasure is Ranking the Stars. Ik zou er zelf nooit aan meedoen. Ik zou me hoogst ongemakkelijk voelen. Ik heb net een tweeling gekregen. En een van die twee die wil alles nu. En volgens mij lijkt zij heel erg op mij. Ik wil alles ook gewoon nu. Dus als ik het nu wil zien, dan moet het gewoon werken. Punt. Wil je mijn afspeellijst zien? En dat wil je. Ga dan heel snel naar npo.nl.